Afgelopen zaterdag was er een bijzonder evenement in de Sint-Stevenskerk, de Nijmeegse Bierfeesten. Op deze wintereditie werd gestreden om de titel Beste Bierbrouwer voor licht en zwaar bier. Beoordeeld door een vakkundige jury en het publiek. De jury bestond uit bierliefhebbers met onder andere bekende Nijmegenaar Fons de Poel en internationaal biersommelier en chef-kok Arvid Berström. Vandaag gaan er verschillende Nijmeegse bieren geproefd worden door een professionele jury. Er zijn verschillende Nijmeegse brouwers die hebben hun bieren ingestuurd. Die hebben ze opgegeven daarvoor. En die gaan we met een aantal mensen beoordelen. Het is inderdaad een unieke locatie, daarom is er ook gekozen voor de Stevenskerk. Dit is de tweede keer al dat het hier is en de vorige keer was het echt een doorslaand succes. Dus unieker als in Nijmegen in de Stevenskerk en biertjes drinken is niet volgens mij. Maar voor mij is het perfecte biertje is een bier wat mooi in balans is. Wat binnen zijn bierstijl past. Kruidig of wat zoeter of volle smaak. Dat heeft echt met de bierstijl te maken. Dus wel op zich is vandaag ook wel uniek dat we verschillende bierstijlen tegelijk gaan beoordelen. Maar voor mij het perfecte biertje is het biertje wat het mooist in balans is en een aangename afdronk heeft. En waarvan ik denk van daar lust ik er nog wel eentje van. Dat is voor mij het perfecte biertje. De brouwer geeft inderdaad al van tevoren aan van goh, dit is de stijl van het bier. En dan weet je waar je al rekening mee moet houden. En we hebben scoreformulieren ontworpen waardoor je echt het wel met elkaar kan vergelijken. Het blijft moeilijk inderdaad. Maar daarom zijn we ook met verschillende mensen om de tafel. En gaan we misschien ook nog wel discussiëren erover. Dus prima. En de winnaar in de categorie lichtbier, oersoep met Sergeant Pepper. En de winnaar in de categorie zwaarbier, Brouwtoren met Ulpia.